Oké, okay, dames en heren, what up? Welkom bij een gloednieuwe video. Ik weet oprecht niet wat ik met mijn kapsel moet, man. Ik zit hier in mijn stoel en denk: bro, ja, yeah. wat moet je met deze koep? Wat moet je gewoon? Je kan niet naar een kapper, bro. Klaag niet. Nee, ik heb een oplossing daarvoor. Ik heb tegenwoordig mijn bucketheads die ik hard vind. En anders, in dit geval, heb ik ook gewoon mijn capuchon. Mensen, welkom bij een gloednieuwe video. We gaan Teams review van kijkers. Zoals beloofd. Ik ga kijken naar de DM's die jullie mij hebben gestuurd. En naar de teams. Ik ben heel erg benieuwd. Gaan we Future Stars zien? Uh, Team of the Year kaarten. Ja, nogmaals, ik ben gewoon heel erg benieuwd. We maken een selectie. Ik hoop dat jullie uh, genoeg informatie hebben gegeven. Foto's vanuit de Companion app, dat is heel erg belangrijk. En niet vanuit de Futbin. Dan moet ik je DM helaas skippen. Heb jij zin in deze video? Kijk jij er heel erg naar uit. Ben je benieuwd naar de teams? Doe dan zeker even een duimpje omhoog. Vergeet niet even te abonneren. En zet dat belletje even aan. Laten we gaan voor de 1500 duimpjes. 1500 likes, jawel, dat moet wel te doen zijn. Ik heb in ieder geval zin in deze video. Pak je pen en papier. Uh, geef sowieso tips als jij die hebt in de comments. Dat zou ik ook waarderen. En dan gaan we gewoon beginnen. Op naar team 1. Let's go. Jacin VW. Team number one. Yo, dit is mijn team. Zoals je ziet heb ik 30k. Iedereen is tradable, behalve Mbappé, Arnijn en Salah. Zou je me tips kunnen geven? Love. Sowieso -so, man. I got you. Je team ziet er als volgt uit. Yassine FC, 30k coins. Hey, zo. So, you're living on the edge. 1% batterij gewoon. Damn. Oké, okay. Mbappé in de spits. Uh, Pogba Rashford op 7. Arnijn, Salah. Oesmaan, Dembele, Ake, Walker, Gomez, Mandi en Joris. Oké, okay. terwijl ik op de helft was, dacht ik al: bro. Uh, zie, ik nou, zie ik nou vijf aanvallers van de zes spelers buiten je verdediging om? Is een bit much. Vind je niet? Ja, mijn policy is in ieder geval, nee, ik denk van iedereen toch wel. Het is een beetje aanvallend. Uh, omdat je in ieder geval een extra verdediger nog toevoegt. En ja, je hebt 30k coins. Dus ja, een Golo kan tegen jij niet kunnen redden. Maar een Bruno Fernandes zou kunnen. Dus een normale kaart. Uh, ga je die redden? Ja. Anders zou je naar goedkopere opties kunnen kijken. Alan. Uh, Wijnaldum, Genie. Of Sissoko, dat soort middenvelders. Ik ga niet eens praten over die Future Stars-kaart. Uh, James op middenveld of Jones. Of misschien als je heel veel spelers in je club hebt dat je hem goedkoop kunt doen. Maar mijn advies is in ieder geval super nice dat je Arnijn hebt en Bappé en zo. Maar mijn advies is uh, naast Pokba toch wel een, uh, een goede CDM neerzetten. Want Pokba is toch al wel uh, wat, wat aanvallender ingesteld. Um, een goede stofzuiger. Dat is mijn advies als aanrader. Um, daarnaast zie ik achterin ja wat je kan doen is AK AK was wel leuk aan het begin maar nu zou je hem wel weg kunnen doen je hebt natuurlijk geen budget dus ik ga geen gekke namen noemen maar uh, je zou wat heel veel mensen doen trouwens je zou Walker op centerback kunnen zetten voor AK en bijvoorbeeld jouw Cancelo op rechtsback kunnen zetten je zou uh, Semedo op rechtsback kunnen zetten maar je snapt het idee in ieder geval Walker op centerback is ook een heel goede optie voor Nathan AK en zeker gezien jouw budget dan gaan we naar Boas Boas ons Boas student team speelt 4-2-3-1 in game heb geen coins goed om te weten belangrijk weekend league rank gemiddeld silver 1. tradable messi en sergio test kijk dat is nou een kaart een speler die we niet vaak tegenkomen zeker niet ik wacht nog steeds op de mensen die mij team sturen met uh, ansu fati dat je hem hebt gepakt of zo Weet je die man blijft ook stijgen en dit is ook echt een zieke kaart kijk het naar zijn stats forza Week Food. forza skill moves, ga zo maar door untradable ronaldo Joris, Vidic, Hierro, Kunde, Mandi, Kulusevski, Dibala en KK. Heb ook Future Stars James eventueel? Oké, okay, en welke van de twee? Ik ga uit van zijn rechtsback -kaart. Niet zijn CDM-kaart. Maar als het wel zo is. Als het wel zijn CDM-kaart is. Laat het dan zeker weten. Als ik zo naar je team kijk. Ja, eigenlijk. Sergio, Dest en Messi. Dat is gewoon leuk. En FC Beugelsdijk. Oké, okay, als e-sporter van Sparta is dat wel leuk om te zien. Shout-out naar jou. Kulusevski vind ik keihard. Echt keihard. Ik heb hem ook in mijn team. Um, heb er het een en ander over verteld. Hij is hard. Een beetje statisch, maar wel heel snel. Voor zijn skill moves en zijn links is dodelijk. Mandy. Ja. Kijk, wat ik zou doen. Zeker om, uh, om Ronaldo en Kulusevski een plezier te doen op het moment dat je coins hebt. Want je hebt geen coins, dat gaf je al aan. Uh, om dan voor Dalo te gaan. Dalo. Dalo, Dalo, die baas in Milan speelt. Of Theo Hernandez, dat zou ook kunnen. Weet je, Italië. Uh, met Vidic kan je sowieso linken. Cristiano en Kulusevski zijn blij. Komt Kulusevski ook op team Chemistry. Dus dat zou nice zijn. Dus Dalo of uh, Theo Hernandez. Ehm. Um... Ik, ja in principe je defensie ziet er goed uit Kaka ja je zou een andere keeper kunnen doen je kunt die Lunin een keer gaan testen um, die future stars kaart is ook niet al te duur maar ook daar zul je nog voor moeten sparen Ik ben benieuwd hoe Sergio test speelt trouwens grappige kaart laat het me zeker even weten ook voor de kijkers misschien interessant en ja eigenlijk alleen Hierro zou ik er op termijn uitwerken op termijn op termijn zeker omdat hij niet al te snel is als jullie nog tips hebben Kijkers, laat het zeker weten in de comments. Shout-out naar jou. Next up, Mels van Leijen. Ik speel 4-2-2 met Best en uh, Nash in de spits Robbe. Oké, okay, Robbe op Ram en Felix op linker aanvallende middenvelder. Alleen Pope tradable en haal normaal goud 2. Ik heb nu dit, maar twijfel om 87 Reinier voor Felix te halen. Wat vind jij? En heb je nog andere tips? Ik vind het oprecht, oprecht, om daarmee te beginnen, een hard team. Tovenaar Warcraft. Wow. Wow. Snap je? Wow. World of Warcraft. Snap je? Als je die tijden van RuneScape en WoW niet hebt meegemaakt... Spijtig, oprecht spijtig. Maar goed, als je een youngboy bent, dan snap ik dat je, niet, dat je geen idee hebt waar ik het over heb. Oké, okay, dus Reinier zou je willen halen. Dat is die kaart die je bij Dortmund speelt. Ja, op zich, op zich, op zich. Grappige kaart. Sowieso ben ik heel erg benieuwd wat zo'n kaart te bieden heeft. Want er zijn... Heel veel kaarten die je nu kunt gaan testen. Um, maar die uiteindelijk niet heel, heel bijzonder zijn, eigenlijk. Maar ik zou het sowieso gewoon een keertje testen. Ook gewoon om het plezier te behouden in het spelen van FIFA. Um, Robbe op 7 Chemistry. Kan. Kan. Hij ligt natuurlijk met Kleiber. Uh, je hebt een goed team trouwens, man. In Form Pope, Zou ik lekker laten staan. Mandi, zou ik eventueel. Ja, yeah, daar kun jij. Uh, je hebt die Bruno ook, die Future stars kaart. Ja, voor Mandi, die kan het niet meer bijbenen, man. Echt. Het advies, de tip uh, wat betreft jouw team. De rest is echt hard. Reinier zou ik zeker testen. Uh, misschien dat je Robben zou kunnen vervangen voor nou, Malen, niet per se. Misschien, ja, Robben is ook wel leuk om dit te spelen. Ik zou hem lekker laten staan. Maar Theo Hernandez halen. Uh, of. Ja, Je hebt die Kuzawa niet gedaan. Die zou ook wel linken met Bruno. Maar Bruno staat al op 10 Ik zou. Uh... Uh, oh ja, Varane. Ja, maar Varane die komt ook op 10 k omdat zie dan een Fernand de linken. Ja, je kan eigenlijk, want die kan het niet meer bij binnen. Ik zou echt voor, uh, voor een uh, andere linksback gaan. Um, ja, haal Theo Hernandez man, hij is echt gruwelijk, geloof me. Melle FC, kijk eens, we zien Grealish voor het eerst. Grealish, zie ik het goed? Aston Villa toch? Ja, 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 ja moet. Bruno Fernandez, Pogba, Kante, Robin, Neymar, Kuzawa, Varane, Cannavaro. Cannavaro heeft ooit de bal doorgewonnen. gewonnen als verdediger steady echt een goede verdediger is niet heel lang maar maakt verder niet uit Dumfries oké okay, het is niet zijn beste kaart maar goed um, en ter Stegen tegen. Niet heel veel mensen spelen met Tesla tegen. Ik zie 66k coins en jij stuurde mij een DM. Dejar is ja, dus tot. Ik zou het leuk vinden als je een team review wilt geven van mijn team. Ik speel 4-1-2-2. De tweede variant in game. Neymar Kante en Pogba zijn untradeable. Ik haal meestal zilver 1 en heb 65k coins budget. Ik hoop dat je tips kan geven wat ik met mijn team kan doen. Oké. Okay. Uh, 4-1-2-2. Je hebt niet heel veel budget. Creelish really ben ik persoonlijk niet een al te groot fan van. Je speelt 4-1-2-2. Oké. Okay. Dus eigenlijk. Ik. Neem aan dat je Robben en Neymar in je spits hebt staan. Wat ik zou doen is Neymar als cam gebruiken in-game, Robben uh, in de spits en dan zou ik een andere spits halen man. Of ik zou uh, uh, Rashford doen op 7 chemistry in de spits voor Grealish. Of ik zou Anthony Martial halen, je kunt Werner halen, Vardy heeft een goede kaart. Er zijn eigenlijk heel veel opties die je zou kunnen gebruiken. Uh, voor tegen zou ik uh, uh, Lunin halen of Coutois eigenlijk wel goed, wel, zijn, ja, Ter is het dit jaar niet heel bijzonder, ondanks dat, ondanks dat hij nog steeds 90 rated is hoor, daar niet van. Um, ja, ik, aan het begin dacht ik, oké, okay, je hebt wel heel veel middenvelders, maar als je 4-2-2 speelt, dan kan dat uiteraard. Uh, Kanté als CDM, denk ik. En dan Pogba en Bruno Fernandes, als, of als LCM, of als RCM, of andersom. Steady? Leuk team, Kuzawa, ja precies, voor de strong link. Dus op zich zou ik hem gewoon laten staan, anders zou ik een andere linksback nemen. Maar je hebt een leuk team, mensen als je tips hebt voor dit team, Mellen FC, laat het dan zeker eventjes weten. Eo Stijn Franse, yo Ariman, dit is mijn team, Rashford en man, die zijn tradable. Ik wil voor som de LM-kaart van Curtis Jones halen, Jones doen. Oké, okay. klopt, 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 Curtis Jones, ja. Yeah. Die heeft een LM-kaart. Uh, Future Stars. Uh, ja, oké. Okay. Uh, en Malen wil ik vervangen. Maar ik weet niet voor wie. Ik speel ingame 4-2-3-1 met in Pogba CDM. Logisch. Malen en Son op de zijkant. Oké, okay, dus Malen wil je eruit halen. Vervangen. Maar hij staat aan de zijkant. Oké, okay, goed om te weten. Robben op 10. is Spits. In de Weekend League hou ik goud 3. Slash goud 2. Uh, ik hoop dat je hier iets mee kan. Love naar jou. Thanks, Stijn. Uh, ja, Malen. Daarover niet lang over te praten, jongens. Ik denk aan Road to the. Final, Road to the Europa League. Final is het weliswaar. Um, Quincy Promes. Vijfstar skillmoves, skill moves voor Jij hebt een Nederlander nodig die ook in de Eredivisie speelt om sterk te linken met uh, Robben. En gezien mijn budget, ik ga geen Zeedorf aanraden. Geen Gullit, geen andere Nederlander, geen Rijkaard, geen Kluivert ofzo. Nee, Quincy Promes. Aangezien jij toch wel een buitenspeler nodig hebt in 4-2-3-1. Waarom niet? Uh, Oké, okay, je wilt de Curtis Jones halen? Ja, die zou ik persoonlijk niet doen op links. Na, weet je wat? Weet je wat? Kijk, ik. Nee, 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 nee. Ik kies er nu bewust voor om een keer niet de standaard spelers aan te raden. Ondanks dat Sadio Mane veel beter is, denk ik, dan Curtis Jones. Ook al is het zijn gouden kaart. Maar aan de andere kant denk ik: heb plezier, man. Het is februari. Test gewoon een aantal spelers. Ik. Ik denk persoonlijk niet, hij is niet heel populair, die kaart. Ik denk het persoonlijk niet. Maar ja, Curtis Jones, ja, waarom niet? Test hem gewoon. Um, Mandy, ja, daar, heb ik al, daar heb ik al genoeg over gezegd. Ja, Mandy, die kan het gewoon niet meer bijbenen, man. Het is een normale kaart. Het is, het, hij heeft ook nog geen Inform of iets gekregen. Uh, daar wachten we eigenlijk nog steeds op. Dan zal die weer gebruikt worden. Maar ja, zijn betere opties? Theo Hernandez. Je kent het wel. Mensen, als jullie tips hebben. Uh, als jullie nog speciale namen hebben. die we nog niet hebben genoemd. maar wel betaalbaar zijn. binnen, binnen het budget. niet al te dure namen. geen Roberto Carlos Eiken of iets. drop het in. het por favor. Oké, okay, last but not least. Yo, kijk eens. Duncan in de spits. De Ganees Duncan bij Fiorentina. op 8 chemistry, weliswaar. 8 chem. 8 chemistry. Cristiano Ronaldo, Dibala, Stronglink. Oké, okay. uh, Mandy, Varaan. Als ik die zo op rechtsback zie, op een 7-cam, denk ik toch aan die Dalo. Dalo heeft twee kaarten. Hij heeft een linksachterkaart en een rechtsachterkaart. Rechtsachterkaart heb ik zelf ook in mijn team staan. Ik zal je laten weten wat ik van hem vind. Um, maar het feit dat ik hem aanraad, zegt eigenlijk al genoeg. Hij is Portugees, speelt in Italië bij AC Milan. Linkt sterk met Chrisje. Dan heb je hem op Team Chemistry. Maar dan heb je Varaan nog, dus dan zou je bijvoorbeeld Romagnoli daar neer moeten zetten. Maar Romagnoli heeft 72 pace Of een Icon Centerback, maar ja, dat zit je weer met de coins. Um, dus als jij Varaan en Mandi naar de linkerkant haalt... Uh, Rashford die linkt sterk met uh, Pogba. Dus op zich is dat geen probleem. Maar dan zul je naar een rechter centerback moeten kijken. Um, Lunen lekker laten staan. Ja, Kluivert moet eigenlijk wel vervangen worden. Persoonlijk vind ik wel dat Kluivert vervangen moet worden. Maar dat is mijn mening. Wat je ook kan doen is als je het wel zo laat staan... Dan zou jij... Um, voor Theus. Theus zou je kunnen vervangen. Je zou Diego Carlos kunnen upgraden. Je zou Langlaar kunnen halen. Eigenlijk zijn er heel veel opties voor Diego Carlos. Zeker gezien het feit dat je Varaan Lunin op toe hebt en uh, Kluivert. Maar Theus zou je kunnen vervangen door die in van Luc Shaw. Dat zou je nooit verwachten dat ik die zou aanraden. Maar los van het feit dat je nu een keer een andere naam hoort dan de standaardnamen. Um, zijn stats zijn ook gewoon goed. Hij heeft een in gekregen. Daarnaast zou je nog 91 Robertson kunnen doen. Heel af en toe uh, krijg ik die. Ja. Uh, yeah. Wordt mij die geadviseerd aangeraden. Maar ik heb zelf nog niet echt nagekeken. Uh, los van zijn stats. Ik heb wel naar zijn stats gekeken. Hoe die in-game aanvoelt weet ik niet. Je zou hem sowieso kunnen testen als je denkt. Hé, hey, Luxal. Nee, dat gaan we niet doen. Ik ga voor Robertson. Oké, okay, dames en heren. Het zit er alweer op. Ik wil jullie enorm bedanken voor het kijken sowieso. Thanks voor het opsturen van de teams. Ik moet zeggen, dat was... Uh, nou, het was veelzijdig. Er zaten wel wat, uh, wat spelers bij die ik nog niet eerder heb gezien. Dus dat... Er zaten gruwelijke teams tussen, de informatie was compleet, mensen gaven mij de juiste informatie. Weekendlycrank, budget, wat ze wilden gaan doen, wie ze wilden vervangen, steady. Shout out naar jullie guys. De mensen die, ik heb ook DM's nog steeds, nog steeds heb ik DM's voorbij zien komen met teams via de Footbin app. Mensen via de companion app, please, 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 please. Dan lees ik, yo ik kom waarschijnlijk toch niet in je video, dan denk ik, je kunt gewoon niet in mijn video komen bro. Oprecht, iedereen maakt gewoon kans om in die video te komen, maar we hebben beloofd om het dan niet meer te doen via Fudbin, echt companion app mensen, please, 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 please. Dames en heren, als je mee wilt doen, uh, volg mij op Instagram, doen. stuur mij jouw team via de companion app naar mijn Instagram DM, ik check of je mij volgt, uh, zorg dat je informatie compleet is, weekendlikerang, budget, wat je wil gaan doen voor de volgende uh, video. Eén keer per week doen we dit, dus kijk er zeker naar uit, vergeet niet even te abonneren als je dat nog niet hebt gedaan voor de mensen die nieuw zijn. I see you guys. Vergeet niet dat belletje aan te zetten zodat je niks mist. Ik zie jullie snel. We gaan weer door met de streams. Uh, er komen leuke dingen aan. Um, kijk er zeker naar uit. Thanks voor het kijken nogmaals. En zoals altijd zeg ik, do relaxed. take it easy. Ciao, ciao.